checken of mijn helmcamera doet. Ja, die loopt. Die is aan het kutten. Wat? Die ene camera. Ah, kijk. Die loopt. Deze nog niet. Ik weet alleen niet waarom niet. Heb ik dadelijk toch het kaartje verkeerd erom ingestoken. Nee, daar gaat hij goed. Zo, allee. Nou, je hebt navigatie, dus ga je gang, zou ik zeggen. Dat is mooi. Ja, rij maar. Ik kom hier wel achteraan. Oh, dat is wel een kopje hoog. Ja, je hebt geen bagage, je hebt geen kind achterop, je hebt helemaal niks. Goedemorgen dames en heren, mijn naam is Edi, voor me rijdt Ellen en we zijn wederom in de Vogezen. Hi. Hi. Ja, blijf rijden. Ja. We zijn wederom in de Vogezen, we zijn wederom in Le Houx. Nee, dat is niet waar. We zijn in La Grande Fosse. Een filmpje uit 2018, ik zal een linkje erbij zetten, hebben we deze route ook gereden. Althans, zijn we hier ook geweest. En we hebben het hier zo naar ons zin gehad dat we besloten terug te komen. We gaan dus links. Oh, ja, ik ben er.
Dit gaat echt stijl en die hobbel aan het eind, dat hoor je mij dus in dat filmpje de vorige keer ook zeggen, is gewoon KUT. En dan moet je dus stoppen, hè? En een beginnende motorrijder zoals Ellen heeft daar dus wat meer moeite mee dan iemand die wat gevorderder is. En 2 jaar geleden stond ik met datzelfde hobbeltje met enigszins iemand achterop, met een wat zwaardere motor. Stond ik daar dus ook. Oh ja, dit zijn die, let op hè, dat split ligt hier. Fucking hell, kut. Dat glijdt als een idioot. Tering. De vorige keer dat we hier reden was echt zo lekker. Er was geen split, niks. Oh, dat uitzicht weer hè. Aha. Ja. Nou goed, want zoals gezegd, hier zijn we dus eerder geweest. We rijden nu een iets andere route. Het is natuurlijk wel leuk om ook wat andere dingen te zien. Thies, die gisteren bij me achterop zat, die vroeg nog van, herken je dit al? Heb je hier al eerder gereden? Nee, ik heb hier nog niet eerder gereden. Tot ik op een gegeven moment zei van, hé, hier ben ik wel geweest. Nou ja, Thies zei op een gegeven moment, hé, dit herken ik van een filmpje. Maar toen waren we op een rotonde, ik dacht, hier zijn we nog nooit geweest, naar mijn gevoel. Maar wellicht zou die best wel eens gelijk kunnen hebben. Hallo? Nee, sorry, wacht even. Nee, het gaat goed. Ja, maar ik had dat hier naar binnen. Ja, daar gaan we niet. Ik denk toch dat we terug moeten en dan naar links. Sorry, wat ga je doen? Ja, hier. Of zelfs. Oep. Ja, dit is Small Road. Ik heb de dingen gepland, gewoon de uitgezoomd hè. Dit is niet bewust. Dan kwam hier gisteren aanrijden, kwam natuurlijk vanaf de andere kant. Want de eerste keer dat we hier aankwamen, kwamen we vanuit de staan. En nu kwamen we vanaf de andere kant af. En we duiken op een gegeven moment dat het fijnere weg is dit. En ik kijk vrij aan en ik denk, het zal het niet waar zijn. Die gewoon met te beginnen al gewoon een kut goed gesport heeft. Ik zie je niet in mijn spiegel, waar ben je? Ja, ik doe het eraf. Ja, ik ook, maar... Nee. Ah, oké. Goed, goed, schatje. Heb jij nou je tonten wat in je oor? Negatief. We houden rechts aan. En zo meteen zie je wel waarom. Gravel. En hier is de FY. Althans, ja. Wauw. sorry, dit heb ik echt niet bewust gedaan. Ja, maar niet uit.
Ja, ik niet. Weet je wat ik wel gedaan heb? Kun je die bochten herinneren, die lange bochten richting Sales? Ja. Nou, die zitten hier dus gelijk zometeen in. Oh, dit ziet er leuk uit. Kun je ze zien, hè, of niet? Ja. Nou, doe maar rustig aan. Had jij toch liever achterop gezeten? Nee. Welke bocht ben je, de eerste of de tweede? Nee. Oké. Okay. Oh, hel, dit wordt nog veel erger. De verbinding wordt slecht, ik stop even hier. Je kunt nu gewoon je eigen tempo rijden en zien wat er aankomt, dus dat scheelt wel, denk ik. Ja, ik ben ook kijken, want ik merk dat ik heel erg op de weg gezet ben. En daar, het is beter over kort voor elkaar. Ik moet het een stukje leren. Nou, dat is ook prima, hè? Weet je, ik ga. Oh. Oh, no! Oh. Goed, sorry, TomTom. TomTom kijken is prima, hè? Of niet kijken is prima. Op de weg letten is hartstikke goed. Maar je hebt de mogelijkheid om. We gaan een beetje snel naar beneden, geloof ik. Ja. En een stopbord. Als jij wat afstand houdt van mij. Rechts is vrij voor zover ik kan zien, dat kun je het zelf ook zien. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Wauw. Mooi, hè? We gaan hier niet links, we gaan gewoon de weg volgen. Nee, hij zei links afslaan. Ik weet niet of hij dat bij jou zei, maar. Ja, maar dat was geen links. Ja, ja, dat was er wel. Dat is namelijk dit straatje. Deze. Ik vond het een woordneiging of zo. Oh, jongens, jongens, ik voel me echt zo thuis. Ik denk dat dit het enige kleine weggetje was. Ik had namelijk een verbindingsweg nodig van daar hierheen om zonder een lus te maken. Je begrijpt wat ik bedoel. Volgens mij hebben we alleen maar dit soort wegen nu. Ik heb wel die slinger erin gedaan. Weet je, die met die scooter, waar we die scooter tegenkwamen.
Oh, dat uitzicht. Hier zo. Wauw. Ja. Ik heb helemaal geen neiging. Ik ben voorzichtig voor steentjes. Deze weg hadden we nog niet gehad volgens mij. Nee. Wij ook niet. Ja, dit is dat punt waar we elkaar zeg maar kruisen. Weet je, hier zie je die blauwe lijn. Dan gaan we op de andere kant gaan we rechtsaf. Deze. Even kijken, 234 kilometer, dus je kan nog zo'n beetje 100 kilometer moet je kunnen rijden. We zitten nu rond de 235 aan kilometers, dus je moet nog ongeveer 100 kilometer kunnen rijden. Nee, dan hebben we nog een, de 3 liter reserve. Ja, dan hebben we de 3 liter reserve. Maar ik weet nu echt waar de 3 liter reserve is. Nou ja, dat is dit is dat stukje weg richting, kan het niet zeggen. Salus inderdaad. En hier komen we normaal gesproken uit. Ja, inderdaad. Ik vaak wel nog steeds op de ding hoor, dus heb ik niet aan de batterij. Oh, serieus? Ja. Ik hoor jou kraakvrij, helemaal kraakvrij. Ik hoor jou niet kraakvrij. Dan moet ik misschien even de stekker nakijken. Wat hoor je kraken? Dan is de kans groter dat het dus aan mijn intercom ligt dan aan de Bluetooth verbinding. Ja, maar zo is het dan bij jou of is het dan bij mij dat die ontvangen slecht? Ik denk aan mijn kant. Kijk op je TomTom. Ja. En, stepje geraakt? Bijna. Ja, ik zat ook bijna. Ik weet niet of jij dat ook al geprobeerd hebt, maar dat helpt bij mij heel goed. Als je je voet naar achteren verplaatst en je houdt alleen de bal van je voet op het stepje, ja. Dan kun je iets meer makkelijker dit doen. Ja, precies.
dapper op de fiets in zo'n berg. Zo, dit is toch heel wat fijn. Wat? Nou, ik zat natuurlijk er misschien tussen die fietser en die naam van de auto in. Dat is een stuk hebbing. Ja? Nou, ik merkte dat ik hier de gedachte van de flitsgedachten die je hebt, dat je eerst was in een put, maar dat je dan eigenlijk meteen al zegt, nee, focus waar je heen wil, dan gaat de motor erachteraan. Dat is eigenlijk al meteen opgelost. Het is grappig dat je dat dus toch leert. Ja, maar dat is ook. Nou ja, ik wil sneller, maar die auto voor me, die gaat niet sneller. Zo. Ja, wat een dag. Nou, niet zien wat ze ervoor vroegen. Brandstof. En zometeen kruist de weg zich weer. Maar dan komen we vanaf de winkel terug richting dingen. We gaan nu rechtdoor als het ware. Snap je?